straalt. Dus straalt, hoe zegt men in Vlemers nou, schuin in een deel. Want die laatste straat die je doen moet, loopt zo min rechts als links. En bovendien is het nog eens een geniepige straat met bochten in. En dan niet rechts en niet links, maar een straat. Look here. Do you understand? Yes, sir. Thank you. En de man met de muts schachelt in zijn jasje en geeft mij een doos sigaretten. Een van hetzelfde model als het visitekaartje met de magia boodschap. Een voorbeeld, sir. Dank je, sir. En achter elkaar lopend gaan de drie op stap door de motregen. Terwijl ik de tram ga nemen die mij naar vrouw en kinderen voegen zal. Om zo dan een aanvang te maken met het bewandelen van het pad der deur. Het stond zeker in de Stegger geschreven. Want mijn tram wacht een hele tijd op het vertrekuur. Ziet men drie zwartjes die uit de bakkerswinkel van Jonkheer komen, ieder met een broodje in de hand, om zich heen kijkend als om zich te oriënteren. Maar nooit vinden ze de Kloosterstraat, nooit. En al vonden ze de straat, hoe zouden ze nummer 15 ontdekken? Want voor hen moeten die cijfers van ons hieroglyphen zijn. Zie ik mezelf door het hart van Bombay slenteren, lusteloos en gebroken. Het is nacht en op mijn katoenen pak valt een kille motregen. Ik dwaal straat in, straat uit, door sloppen en bazaars, zoekend naar Fatma, die op mij zit te wachten onder een rode lamp. In de hand hou ik een zielig stukje cartoon waar niemand op reageert. Want als een levende ganger stroomt een duizendkoppige menigte aan mij voorbij zonder mij ook maar een blik te gunnen. Opgestapt, met een hart vol hoop, staat nu voor de derde maal op dezelfde hoek. En ik weet nu met zekerheid dat ik Fatma niet vinden zal. Bij het eerste morgengloog gaat ze haar gouden lamp uit en wekt zich op een divan, snikkend. Omdat die mijn eerige blanke man niet gekomen is. Ja, ik moet toegeven dat ik mij al te gemakkelijk van die jongens ontmaakt heb. En die Maria van Dam, waarvan zij de naam zo geest driftig in hun kartonnen blazoen voeren. Die mag dagelijks zijn. Ja, zeker een volksmeisje. Want ik kan mij niet voorstellen dat drie koelies s'avonds aan de havenkant op zoek zouden zijn naar een vuile. Onder het volk vind je echt dat we een duivelknappe mokkels, die meestal niet veel complimenten maken. Maar onwillekeurig spring ik van mijn kamp en ga weer op mijn zwartjes toe. Het is een vreemde stad, zegt Ali. Al de straten gelijken op elkaar. Maar ik zeg dat ik met hem mee zal gaan tot bij het meisje van de sigarettendoos. En meteen loop ik vastberaden in de richting van de derde grens, naast Ali, gevolgd door zijn donkere, zwijgzame kameraden. Zo ben ik dan eindelijk de balens op met mensen die volkomen verschillen van volksgenoten, met wie ik gedoemd ben al mijn dagen te slijten. In ieder geval met mensen van een andere kleur, die anders lopen, anders groeten en lachen. En misschien ook anders haten en beminnen. In ieder geval mensen die van onze beroemdste medeburgers nooit hebben gehoord. En voor wie onze vorsten en heiligen absoluut niet in tel zijn. Dus zeer waarschijnlijk mensen naar mijn hart. En nu deze drie, zo onverhoopt, mijn pad hebben gekruist, moet ik er onverwijld uithalen wat er te halen is. Want onze betrekkingen zullen kortstondig van duur zijn.
iets te beginnen vraag ik aan Ali of hij Maria al gezien heeft. Zeg niet maar. En dat ze iets als 20 moet zijn. Hierin, want dit is de tweede links en het einddoel is bijna in het zin. Hield dat ellendige regenen überhaupt, dat was nog eens goed. Ah, Sam Flowers van de Daal? Vraag ik aan haar. Hij overlegt met zijn vrienden en zegt dan dat het goed is. Het kruikertje ziet er goed uit, het is heel bescheiden. En of ze haar lang kennen? Nee. Pas sinds vandaag. Ze was aan boord gekomen om zakken te verstellen. En ze hadden haar een sjaaltje gegeven, een pot gember en 6 doosjes sigaretten. En nadat zij alles aanvaard had, werd een afspraak gemaakt voor Van Havel. En toen het eerste doosje ledig was, had ze naam en adres op de bodem van het doosje geschreven. En wie van hen nu eigenlijk op haar verliefd was? Alle drie. Verzekerd haar. En of Maria hen werkelijk alle drie een boodschap had. Ja, alle drie. Ze had van ieder wat gekregen en geen onderscheid gemaakt. En zij hadden geconcludeerd dat ze hen alle drie zou afkunnen. En of zij geloofde dat ze op haar post zou zijn? Natuurlijk. Anders had ze onze geschenken immers geweigerd. En dit is de straat. En hier is nummer 15. Hier zit het aardige meisje jullie op te wachten. Ik kon nu wel afscheid nemen, want mijn christelijke plicht is volbracht. Maar waarom niet blijven? Waar plaats is voor drie, is er ook plaats voor vier. En ik heb de indruk dat zij bereid zijn Maria als koek met mij te delen. Ik wil alleen bij de eerste begroeting van mijn drie homio's aanwezig zijn. Ik wil nog even mijn zegen geven. En pas naar huis gaan met mijn krant en mijn schalle pikkels. Nadat